De Olympische Spelen zijn in volle gang. Ook christelijke sporters doen mee. Hoe getuig je van je geloof op zo'n groot sportevenement? Welkom bij Uitgelicht. De ogen van de wereld zijn gericht op Rio de Janeiro, waar dit jaar de Olympische Spelen gehouden worden. Een uitstekende gelegenheid voor christelijke sporters om hun geloof uit te dragen. Bij ons in de studio, Tijmen Stuut van Stichting Geloofshelden. Welkom, meneer Stuut. Dank je wel. Hoe beleeft u de Olympische Spelen op dit moment? Nou, vooral vanaf de zijlijn. Het is momenteel een drukke periode binnen Geloofshelden vanwege alle sportkampen die er spelen. Dus ja, ik vlieg eigenlijk een beetje van links naar rechts en moet eigenlijk via teletext een beetje op de hoogte blijven. Dus dat valt nog niet mee in deze tijd. Dus meer in Nederland bezig dan gericht op Rio de Janeiro? Ja, ja, absoluut. Want waar staat het Geloofshelden precies voor? Kort gezegd hebben wij als doel om in de sportwereld, maar zeker ook natuurlijk in de gewone wereld, met sport als middel, maar ook topsporters die getuigen van hun geloof, om daarin gewoon ja, de liefde van Jezus door te geven, maar daar ook daadwerkelijk wel echt van te getuigen waarin de Bijbel centraal staat. Ja. En dat doen we op een aantal manieren. Er zijn sprekers, sporters die uit spreken gaan voor geloofshelden in kerken, scholen, feesttenten, waar we maar gevraagd worden. Nou, we organiseren dus de sportkampen de hele zomer door, wat andere activiteiten. Ja. We geven een sportbijbel uit en vooral willen we er ook zijn voor sporters. Dus maar zijn jullie er dan ook voor de grote sporters? We weten dat er een paar christensporters zijn. Mm-hmm. Bijvoorbeeld Anne van der Breggen en Marianne Vos. Worden genoemd als christelijke sporters. Mm-hmm. Zijn jullie als organisatie daar ook bij betrokken? Volg je wat zij aan het doen zijn? Absoluut, absoluut. We hebben een aantal mensen die gewoon echt eigenlijk de velden langs gaan en proberen daar aanwezig te zijn. Mm-hmm. Om in contact te komen met mensen, maar ook zeker om er biddend omheen te staan. Dat doen we ook als organisatie middels gewoon een appgroep. Dat we eigenlijk niet alleen Nederlandse sporters, maar ook wat gebeurt er in de wereld op sportgebied. Dat we daarin eigenlijk als een gebedsmuur om de sportwereld heen willen staan. Maar om in contact te komen met de sporters die echt op hoog niveau actief zijn nog. Ja, dat valt uiteraard niet mee, want de focus ligt toch ook vooral wel op die sport. Ja. Ja. Ja, maar we proberen het wel en er zullen ook altijd weer nieuwe openingen komen. Ja, het zou toch mooi zijn als die sporters weten dat zo'n muur van gebed om hen heen is. Ja, terwijl ze alleen dat al. Zelf in de stress zitten om allerlei prestaties te moeten gaan leveren. Absoluut, ja. Ja, als je ziet wat er afgelopen weekend gebeurt met de wielrenster van Vleuten. Ja. Ja, dat staat dan binnen no time op de app en dan kunnen we daar toch met z'n allen voor bidden. Daar zijn jullie wel mee bezig dan? Ja, absoluut. Ja. Ja. Mooi. Heb je enige idee met al de activiteiten in Nederland hoe de situatie met de medailles is op dit moment? Nou, aan het begin kreeg ik de gouden plakken natuurlijk mee, inderdaad, voor Anne van der Breggen. En een paar dagen geleden de bronzen plak voor Van Emde op de judo. Ja. Maar goed, u moest mezelf net nog vertellen welke medailles daar gisteren zijn bijgekomen. Dus ik heb een brons voor Anne. Ja, dus dat is goed. Ik denk dat de verwachtingen wel wat hoger zijn, maar wie weet komt het nog. Hè? De handbaldames, wie weet voor een verrassing. Ja. Zijn daar nog meer christensporters bij? U noemde al Van der Breggen en Marianne Vos natuurlijk, die daar wel openlijk voor uitkomen. Ja. Ik herinner me in ieder geval nog van 4 jaar geleden Chirandi Martina, die stond te schijnen en vertelde hoe God hem hielp bij het sporten. Mm. En ja, ongetwijfeld zijn er meer binnen het Nederlandse wereldje, maar ook niet iedereen komt daar natuurlijk vooruit. Kijk naar de gebroeders Mulder, die zijn natuurlijk niet actief op de zomerspelen, maar die geven niet ieder interview, hebben ze het over God. En ik denk ook niet dat altijd moet of hoeft. Nee. Olympische Spelen is fair play gedachte. Mm-hmm. Meedoen is belangrijker dan winnen. Maar ondertussen hebben we ook een Russische zwemster in tranen gezien. Omdat ze werd uitgefloten, uitgejoeld door het publiek. Hoe gaat een speler daarmee om?
Nou, als die dame in tranen is, dan geeft dat wel aan wat dat natuurlijk met haar doet. Ja. We weten dan denk ik allemaal wel waar dat vandaan komt natuurlijk. Ja, de Russische sport is flink in opspraak. Ja. Dat is een van de gevaren in het sport. Hè? Het hele doping gebeuren en die drang om te presteren. Ja. Daarin zie je dus niet alleen dat er binnen sporters niet altijd fair play is, maar ja, ook het publiek is daar dan toch vatbaar voor, ondanks dat deze dame misschien wel gewoon schoon is. Nou ja, we zijn natuurlijk dat gejoel zijn we gewend van voetbal, ja. In ieder geval van voetbal, maar eigenlijk nooit zo bij de Olympische Spelen, toch? Nee, dat staat normaal wel bekend als dat daar gewoon toch echt wel een stuk gemoedelijkheid heerst. Dus ja. Kijk er inderdaad ook wel van op. Maar daarin kunnen we dus... Ik zie het denk ik ook wel als een soort protest misschien wel richting de organisatie. Hè, ja. Dat de Russische sporters toch deels wel zijn toegelaten, ondanks alles wat daar speelt. Precies. Is het lastig voor een sporter om die Olympische waarden zo in gedachten te houden en toe te passen? Ik denk van wel, ja. Want ik herinner me het beeld ook van een paar jaar geleden van zo'n Afrikaanse zwemmer die volgens mij een kwartier later binnenkwam dan al die andere zwemmers. Nou, dat is natuurlijk geweldig dat zo'n man er kan zijn. Ja. Maar heel veel gaan natuurlijk voor één doel en dat is voor goud. Ja. Ja, en als ze dat niet halen, dan is het voor hun missie gefaald. Dus de focus ligt ongetwijfeld ook vaak wel bij het presteren, ja. Je zei het al, de herkenbaarheid van christenatleten is eigenlijk alleen maar als je daar ook nadrukkelijk voor uitkomt. Mm-hmm. Hoe ligt dat? We hebben wat je net aanhaalde, de atleet gezien, Martino. Mm-hmm. Martina. Maar hoe doen ze dat? Hoe herken je een christenatleet? Nou, ik denk persoonlijk dat dat wel heel moeilijk is. Zoals je dat ook gewoon in de gewone wereld hebt. Dat je echt een verschil kan maken als je er daadwerkelijk wel van durft te getuigen. En natuurlijk kan jij christen zijn en gewoon met je Bijbel bezig zijn en daar misschien niet te veel openlijk over spreken. Maar als we ze echt willen herkennen, dan zit het wel in het uitstappen en het er ook over durven spreken. Want die hele fijne atleet die altijd naar de anderen omziet bijvoorbeeld, kan ook net zo goed een niet-christen zijn. Ja. Dus ik hoop en mijn gebed is wel dat die sporters gewoon echt durven uitstappen. En dat hoeven ze niet altijd voor de camera te doen, maar kan wel bij hun collega's. Ja, zijn er voorbeelden van? Ik kan mezelf iets herinneren als ik kijk naar de dames wielrensters, hoe zij met elkaar en dienstbaar zijn naar elkaar. Ja, en daarbij die ploeg weten de mensen echt wel dat Anne van der Breggen en Marianne Vos christen zijn. Daarin is ook het welbekende wat je natuurlijk ziet van bidden voor het eten. Dat is daar gewoon bekend. Maar voor de rest binnen het Nederlandse wereldje, durf ik dat zo niet te zeggen. Nee. Lastig, maar ook moet je wel moed hebben om dat te doen, denk ik. Ja. Tussen al die andere sporters om duidelijkheid te creëren over jouw positie. Dat denk ik ook, ja. Dus het is vooral hopen dat ook die topsporters investeren in hun relatie met boven, hè, zodat ze daar toch ook daadwerkelijk die moed voor ontvangen. Want God wil ze die moed wel geven. Daar ben ik van overtuigd. En dat gaan jullie ook stimuleren? Dat stimuleren wij absoluut, Want als er één wereld ook Jezus echt nodig heeft, dan is dat wel de duistere sportwereld, zoals je zelf al zei. Ja. Oké. We gaan naar een telefoongesprek vanuit Rio. Want als het goed is, heb ik Rebecca de Haas aan de lijn. Want tijdens de Spelen zijn er meer dan alleen sporten. Rebecca de Haas is actief voor Jeugd met de Opdracht in Rio de Janeiro. En als het goed is, heb ik haar nu aan de telefoon. Ja, dat klopt. Rebecca, hartelijk welkom. Wat doet Jeugd met de Opdracht tijdens de Olympische Spelen? Nou, Jeugd met de Opdracht is op verschillende vlakken druk met het evangeliseren. En dat doen we in en rond de stadion, zeg maar. En waar we ook een beetje de focus op hebben is de human trafficking. Er worden tijdens grote evenementen, zoals ook bij de Wereldcup, zeg maar, een paar jaar geleden, worden er ontzettend veel kinderen en vrouwen verhandeld eigenlijk. Dus Jeugd met de Opdracht is ook met Awake bezig om mensen hier gewoon,
om het onder de aandacht te brengen. Ja, precies. Wat er allemaal gebeurt. Ja, maar zijn jullie ook heel concreet bezig met de sporters en met alle gasten die in Rio de Janeiro zijn voor de Olympische Spelen? Hoe verlopen die evangelisatieactiviteiten? Wat is jullie doelstelling daarmee? Nou, de doelstelling is eigenlijk gewoon zoveel mogelijk mensen vertellen over Jezus en het evangeliseren. Ja. Met de sporters waarvan, voor zover ik weet, hebben we weinig contact, maar meer met de toeschouwers, de bezoekers. Ja. In het verleden waren er ook wel eens sporters, christen sporters betrokken bij de Olympische Spelen. Die gewoon in de suburbs gingen voetballen of hockeyen of wat dan ook met de jeugd. Gebeurt dat ook op dit moment? Wij zijn nu toevallig vandaag bezig met de mini-Olympics in de favela's. Ah kijk, dat bedoel ik. Ja, en daar zijn we. Vandaag is eigenlijk de eerste dag dat we dat doen. Met maximaal 100 kinderen. Okay. Gaan we dit doen. Dus een beetje spannend. Want het is een try-out dan voor ons. Ja. Hebben jullie al resultaten gezien wat jullie werk betreft? Nee, dat is natuurlijk een moeilijke in kaart te brengen. Maar we hebben natuurlijk de getuigenissen wel gehoord van de teams die op straat zijn. En er zijn gewoon ontzettend veel mensen die hun hart wel gewoon aan de Heer geven. Dus dat is natuurlijk geweldig. Nou, heel goed om te horen, Rebecca Daas. Dank dat je even aan de telefoon wilde komen. En we wensen jullie heel veel zegen daartoe bij het project tijdens de Olympische Spelen. Hartstikke goed, dankjewel. Jullie ook zegen. Ja, Olympische Spelen, evangeliseren. Ik zie af en toe wat van die plakaten hangen tijdens de wielerwedstrijden bijvoorbeeld. Mm-hmm. Wat doen jullie als evangelisatiemiddel tijdens die Olympische Spelen? Zijn jullie daarbij betrokken? Gebeurt daar iets als geloofshelden? Nee, wij richten ons eigenlijk echt wel gewoon op Nederland. En wanneer dit soort evenementen zijn, is voor ons op dit moment gewoon echt eigenlijk altijd die topdrukte voor onze sportkampen. Mm-hmm. Wat wij proberen is gewoon echt biddend de geestelijke steun te geven. En we hebben dan nu wel één iemand van geloofshelden die samen met Athletes in Action Nederland die kant is opgegaan. Okay, en van Athletes in Action over de hele wereld zijn ze daar wel aanwezig. Okay. Maar wat ik daar bijvoorbeeld zelf wel van heb begrepen is dat er echt maar een aantal van die soort sportpasters zeg maar bij de sporters in de buurt mogen komen. Voor mij een stuk of 3, terwijl er wel 100 zijn. Eigenlijk is dat vreemd, hè? Ja. Eigenlijk is dat heel vreemd dat zo... Daar hebben wij geprobeerd om dat wat meer voor elkaar te krijgen. Ja. Maar inderdaad. Ja. Ja, want juist geestelijke steun is heel hard nodig. Ja. Ja, want er zullen ongetwijfeld, zeg maar, we kennen uit Amerikaanse groepen natuurlijk dat er heel veel christenen rondlopen. Canada is daar bekend om. Dus zou je daar gewoon een aantal ruimtes moeten hebben waar ook die christenen gewoon geestelijke bijstand kunnen krijgen. Dat de sporters gewoon weten van hier kan ik naartoe als ik inderdaad gebed wil of mijn hart wil luchten. Of maar helaas. Nou, heel hartelijk dank in ieder geval. We hebben komende zondag een hele interessante documentaire bij Family 7. Want wilt u meer weten over hoe je geloof kunt combineren met topsport? Kijk dan komende zondag naar de indrukwekkende documentaire Struggle and Triumph hier bij Family 7. Een hele interessante documentaire over sportvrouwen, sporters, christensporters. Gaan we kijken. What does it mean to be an Olympian? Is it a quest for greatness? A chance to make history? Is it a grand drama? A stage that plays to the masses? And so, the most dramatic moment of all. Does it find its reward in the triumph? Or does the reward come from the personal struggle to perform your best? Perhaps to be an Olympian means that you push yourself to your limit, win or lose. That you step up to the line with no certainty of the outcome and run. Dat dus komende zondag om 3:30 bij Family 7. Dit was Uitgelicht voor vandaag. Morgen zijn we er weer. Bedankt voor het kijken en graag tot dan.